Een bijzondere klus vandaag in de Oostvlietpolder bij Leidschendam. Bij de startschacht van de Rijnlandroute werd vandaag het graafwiel ingehezen. Het graafwiel, dat is het belangrijkste onderdeel van de tunnelboormachine. Het is zeg maar de boorkop. Het graafwiel heeft een diameter van 11 meter. De tunnelboormachine is gemaakt in Duitsland en wordt de komende weken in elkaar gezet in de startschacht van de Rijnlandroute. Tijdens de dag van de bouw is het publiek welkom om zelf een kijkje te komen nemen.